Zit je nou te bellen terwijl er helemaal niks aan de hand is? Dan ben je toch een gek mens? Ja, een fietsgek, ja. Ja, fietsgek, ja. Dat zijn we. Oh, we zijn zo dol op fietsen. We fietsen het liefst de hele dag door. Mensen die vragen mij wel eens, Jantien, jij fietst zoveel. Kan je niet beter elektrisch gaan fietsen? Elektrisch fietsen? Dan kan ik beter gelijk een bak geraniums bestellen. Hoe bedoel je dat? Nou, ik bedoel dat we toch niet bejaard zijn? Oh, nou, op die fiets. Met een elektrische fiets lijk je veel ouder. En met een gewone fiets lijk je veel jonger. Jong van lichaam, maar ook jong van geest, hè? Exact. En daarom hebben wij ook zo'n uitstekende band met de jongeren in onze buurt. Ja. Ja. Oh, kijk, daar heb je er een paar. Hè? Van die zogenaamde probleemjongeren. Hey, hallo, kiddo's. Alles flex? Nee. Die tori is boompori. Het is allemaal boombita. Hoppensuur. Begrijp ik hier nou goed dat er een probleem is? Dikke problemen, ouwe. Doodziek. Maar jullie kunnen ons niet helpen. Tuurlijk wel. We zijn toch buurtgenootjes? Ja, jullie buurtbuddies. Wij zeggen altijd samenleven is een werkwoord. Zo schattig, hè? De jeugd van tegenwoordig is gewoon te verlegen om je om hulp te vragen. Jongens, zo waar ik hier sta, ik zeg jullie, ik ga hier niet weg voordat ik jullie probleem heb opgelost. Oké, moet je zelf weten, papi. Mijn Scooby is kapot. Zijn Scooby is Diddy. En we moeten naar voetbaltraining. We moeten echt nu naar voetbaltraining, ouwe. Oh. Jongens, is die voetbalclub van jullie nog ver? Ik kan het nergens vinden op mijn landkaart. Met mijn Scooby is het maar een half uurtje, Kil. Hey, waarom fietsen jullie eigenlijk niet elektrisch? Elektrisch fietsen, dat is die nieuwe tory. Iedereen doet het. Deze papi fietsen gewoon zonder motor. Oldschool, Flintstone dingen, je weet toch? Doodziek, ouwe. Doodziek. Nou.